Daar ben ik dan met het recept van de ancha of de solani macrocarpone of African eggplant via dat meest eggplant of een antroa. Nou, of soortgelijk als antroa hoor. Nou, zoals je ziet, ze komen in de kleuren wit en oranje. Je zag de plant daar net in beeld, maar die was niet van mij. Die was van mijn buurman. Maar ik mocht van hem een paar proberen, uitproberen. Ik was zo blij, want hij smaakt heerlijk. Ja, ze zijn wit. Ze kleuren oranje als ze wat rijper worden. Maar het grappige is, je kunt beide gewoon gebruiken, want de structuur verandert niet. Ze zijn beide even hard om mee te kopen. Heerlijk, een kleurtje in Japan. Je weet wel van mijn kleur. Ik had uitgekookte varkensstaart en ook uitgekookte saltvlees. Beide heel zout, dus daarom kook je hem uit. En gerookte kip. Een halve ui. Twee teentjes knoflook. Een hele tomaat. En wat peper. Fijn gesneden. Allemaal fijn gesneden. Kijk eens aan. Een kleur van je welste. Heerlijk toch? Een pan met olie op vuur. En dan ga je vleeswaar opbakken. Vleeswaar kun je kiezen naar jouw eigen smaak. Hè? Je kunt hem ook zonder vlees of met vis, wat jij maar lekker vindt. Opbakken. Vervolgens doe je de ui, knoflook, tomaat en de peper in. Allemaal op een hoog pitje. Bak je samen. Zie je al opgebakken. Dan doe je nu een klein beetje tomatenpuree in. Nou, ik zet even de nadruk op klein beetje bij mij, omdat ik een dubbel geconcentreerd gebruik van Albert Heijn. Die kleurt zo snel. Ik hou van de kleur, maar niet te veel, hè. Ja, is hier al opgebakken. Dan doe je nu de anchois erbij. Ja. En dan ga je hem even roerbakken, omdraaien. Weet je wel. Normaal gesproken zou je een beetje water in kunnen doen. Maar ik hou niet van water in mijn groenten. Daarom doe ik vaak genoeg het deksel op de pan. Dit is ook mijn favoriete pan. Die geeft genoeg water. En dan kan hij lekker smoren. En dan bakt hij in zijn eigen vocht. Dit doe je dan met een laag pitje dan. Hè? Op een laag vuurtje. Als je wil dat hij water geeft en goed bakt, dan is brandt hij aan. Maar als jij je water in je groenten wil doen, mag dat ook. Je doet het gewoon op jouw eigen manier, maar dan met een tintje à la pompigla. Dat mag ook, hè. Nu breng ik hem op smaak. Ik zet een beetje ajinomoto in. Veel mensen koken daar niet mee, dus je mag hem ook weglaten. Witte of zwarte peper. Ik kook ook niet altijd met aji, hoor. Maar in sommige gevallen vind ik hem wel lekker. Een beetje kippenpoeder. Klein beetje nootmuskaat. Ik zeg klein beetje en in het beeld lijkt alsof ik heel veel gebruik, maar dat gebeurt met alle ingrediënten, omdat mijn video, mijn camera, die is best wel dichtbij. Dus die neemt alles op, weet je, en dan lijkt het zoveel. Een beetje witte suiker en een Maggi-blok. En dan gaan we hem goed omdraaien. We hebben hem goed omgedraaid, goed doorgedraaid allemaal. Dan doe je het deksel weer op de pan. Op een laag pitje en dan laat je hem lekker in zijn eigen vocht doorbakken. Dit dienen we op met witte rijst. Of heb ik opgediend met witte rijst, maar wat je lekker vindt. En ik zou zeggen, smakelijk eten met pompikla. Heerlijk. Smaakt gewoon als antroa. Alleen milder van smaak, minder bitter. Echt heerlijk. Finger licking good. Blijf jij me volgen en vergeet niet te abonneren. Dank jullie wel.